Welkom, welkom. Gewoon lekker zitten. Zo, dan gaan we dan lekker wat vertellen over de stadsjury van CityLab 010. Ik heb er zin in. Hi, mijn naam is Dwight en ik ben een van de stadsjuryleden van CityLab 010. En wij dachten dat het een leuk idee was om jullie een beetje op de hoogte te houden van wat we nu aan het doen zijn met de plannen, hoe we die aan het beoordelen zijn, maar vooral ook hoe we die de komende tijd nog verder gaan beoordelen. Als stadsjury hebben we natuurlijk ontzettend veel plannen gehad die wij moeten beoordelen. En dat is een hele flinke klus, ondanks dat we met een hele mooie groep mensen zijn. Om dit dus goed te kunnen doen, hebben we de plannen onderling verdeeld en hanteren we een eerste en een tweede lezingsprincipe. Het houdt in dat een groep is die de plannen als eerste leest en volgens een andere groep de plannen opnieuw leest. Vervolgens bespreken we die plannen onderling en kennen wij een gezamenlijke score toe aan de plannen die we gelezen hebben. Als stadsjury zijn we het niet altijd met elkaar eens. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we allemaal hetzelfde oordeel aan die plannen zouden geven, maar dat is helaas niet het geval. Dus wat we dan doen, is de plannen waarvan wij denken die moeten nogmaals besproken worden, ook met z'n allen, die selecteren we dan en die pakken we aan op de tweedaagse. Dus we krijgen een verdeling waarbij we zeggen, dit zijn de plannen, daar zijn we het over eens, daar zit een score aan vast. En dit zijn de plannen waarvan we zeggen, daar moeten we met elkaar in gesprek over gaan. Want uiteindelijk is het wel de bedoeling om een gezamenlijk oordeel te geven aan alle plannen die wij hebben ontvangen. Dat doen we dus binnenkort op de tweedaagse in september. Stadsjurylid zijn is, als ik voor mijn spel spreek, ontzettend leuk, maar ook bijzonder intensief. Er zijn namelijk ontzettend veel plannen die je moet gaan lezen, maar die je ook de juiste tijd en aandacht moet geven. De tijd en aandacht die de plannenmakers er zelf natuurlijk ook in stoppen. Dat is ook een van de redenen dat ik erg uitkijk naar de aankomende tweedaagse. Om met alle stadsjuryleden te gaan kijken van oké, hoe kunnen we het met elkaar eens worden? Hoe kunnen we de juiste beoordeling aan de plannen gaan geven? En hoe kunnen we ervoor gaan zorgen dat we alle plannenmakers van een eerlijk en terechte beoordeling gaan voorzien. Ik hoop dat ik jullie een beetje een beeld heb kunnen geven van wat wij als stadsjurylid nu precies aan het doen zijn met al die mooie plannen. Is dat niet zo of heb je nog andere vragen? Stuur ons dan gewoon even een berichtje en dan spreken we elkaar snel. Dankjewel voor het kijken en hopelijk tot snel.